Afarahna. Via actie, seks, zonder hoe gebruik het woord seks. What's Gucci mensen? We zijn hier voor een gloednieuwe video. Zo fresh zijn we, hè? Ja, ja, je nou zijn some light. Zo mensen, ik dacht ik breng jullie even naar een leuke trip. Ik ben hier met Tyler Alfa, of jullie kennen hem al. Die man die meisjes foto's reject. Anyhow. Mensen, we zijn nu onderweg naar Frederiksdorp. Ik ben nooit geweest, hij gaat wel vaker. Ik ben benieuwd. Ja, hij is wel vaker geweest, ik ben wel nooit geweest. Ik ben wel benieuwd hoe het eruit gaat zien, want ik heb alleen maar positieve reacties gehoord van daar. Dat daar leuk is. Maar het is nu een regenachtige weer. Op zich was het meer in de grote regentijd. Dus ik ben bang dat daar misschien die plekken gaan onder water zijn en bla bla bla. Jullie weten, Wiedep zijn niet echt de beste vloggers. Vloggers zijn van andere YouTubers. En ja. Okay, ik zie jullie zo. Hi mensen, ik heb gewoon een rustige oudje aan. Weet je? Ik ben eigenlijk de drip kid, de drip lord, de drip god. Maar drip gaat niet alleen dat je het gewoon draagt. Drip is hoe je jezelf brengt. Fire Chari Serevi. Mensen, Inix, je naam is verschrikkelijk mooi hoor. Ben je benieuwd? Benieuwd waar? Trouwens, hij is er geweest. Ik ben eens mee eens. I'm in the ghetto. Ratatata. Man, ik wil jullie even iets zeggen. Ik weet niet voor jullie. Maar ik ben een sexy ass. Multi-dimensional. Pretty girl down. Baby, I like the cavalo. Mensen, één ding waarvan ik hoop, laat me jullie eens zeggen. Als jullie mij een cadeau willen geven of misschien wat een vriendin mee verrassen, breng mij naar de natuur. Zo kan je me verrassen. Dat ik hou echt van natuur. Like this, ik kan de hele dag erin zijn. Dus toekomstige vrouw, wil je me iets doen? Wil je me een cadeau geven? Oh je pussy, breng me naar de natuur. Willen jullie meer vlogs? Like, je, subscribe. Vergeet niet te liken. Die like, mensen, wist je dat die like betekent eigenlijk dat onze video meer in de recommended lijst komt. Sorry dat het zo lang heeft geduurd voor een nieuwe upload. Maar ik wil jullie ook zeggen dat we zijn weer met de consistency. Ja? Zoals jullie zien, wat ik net jullie zei, ik hoor van natuur. Dus dit is een heel goede trip voor mij. Ik vind af en toe kunnen kinderen wel gewoon een trip nemen. Want school, stressed, like a lot. Eigenlijk moet hier mij betalen voor die promotie. Want ik weet sowieso dat mijn DM spang gaat zijn van hey, waar is het? Dus Frederiksdorp, als je dit ziet, I want my money. Mensen, dit is fucking chill. Kijk hier. Zo mensen. We dachten waarom niet even met jullie praten. We gaan iets leuks doen. Hij heeft een paar foto's hier. Toch? Een random scroll through. En voor diegenen die niet weten wat een scroll through is. Alles wat we zien, geven we een mening daarop. Een mening. Nogmaals, een opinion. Geen feit, een mening. En een mening mag, want het is een democratisch land. Oké, dus als we een meid zien, gaan we de smash of passen. No disrespect, als je een vriend hebt, is just for the entertainment. Smash or pass? Oké.
ze mogen niet aan de foto's kijken, no? Gewoon dit. Smash. Smash? Oh. Nee, je moet er andere foto's zien, het is bad. Ik zou smashen. En dan van die foto. Dit. Want hoor mensen, no disrespect. Het is gewoon wat we zien. Als je een vriend hebt, dit doen we niet. Die moest niet zeggen. Het is gewoon voor de kick. Pass. Pass? Ja. Ja, ik zou passen. Aan de hand van die foto zou ik passen. Deze weer hier, no? Ja. Ja, het is al duidelijk. Boy. I don't know. smash. Ik weet niet, er is iets van haar in die foto dat me aantrekt. Ja, ik zie het ook. Ja, het is een smash. Ze leek me op een motherfucker. Dit is wat Suriname. Ja. Smash. Ze leek me op een... Ze leek me op een correcte dame. Ik hou van correcte dames. Netjes. Pitjes op de i. Ah, pass hoor. Aan de hand van die foto wat ik hier zie hoor, zou ik wel smashen. Ze lijkt een beetje toxic dus. Ja. Ze lijkt die foto... Een shotgun? Hell no. Hell no. Nee, zeg maar. Die is wel ding. Hell no. Een shotgun. Who can kill me? Nah, baby. Sorry. I'm sorry, my baby. Smash. I'm sorry. We moeten andere foto's checken, maar het is bad. Aan de hand van die foto's zou ik het niet doen. Oké, we gaan niet naar vrouwen met kinderen. Nee. Wacht even. Weet je wie hier is, boy? Je zou een kind smashen? Nee. Oh? Ze praat toch op dingen, IBC? Oh ja, man. Ja, ze is met jou. Dat was mijn ding, crush. Ja, nog steeds. Dus ja, smash. Ik ken dit keer. Smash. Ik volg er. Ik zou de bakka breken, sorry. Outlaw. Smash. Wat ik denk. Smash. Some like. Dit niet. Nee. Het is wel een milf, man. Nog steeds niet. Chantal? Dat zei het. Ja, ze kan het krijgen, maar smash. Dom niet. No boy. Chantal boy, nah, come on. No. I'm sorry. Is ze van Suriname? Ja, ze is van Suriname. Ken je haar? Zijn familie Reger, toch? Oh. Wel, mijn familie Reger. Nou, ze kan het... Nee, ja, smash. Ze kan het wel krijgen, man. You can get this dick. Dit kind, ik volg haar. Van mijn militair. Zou je een militair dame? Gaat je doodmaken? Militair? Nee, ik zou het niet doen. Militair? Nee. I'm sorry. Ik heb een rode in de ogen. Pass. Zo mensen, we gaan daar eindigen. Back to the vlog. Ik weet niet waar we nu wel zijn. Je lijkt bijna gewoon op een soort. Sowieso een plantage. Het is wel nice. Oh, hier is plantage Marien Bosk. Staat daar. Zien jullie het? Marien Bosk. Mensen, ik hou echt van jullie hoor. Ik wil jullie gewoon dat even meegeven. Jullie laten veel shit lukken. In ons leven. En met ons bedoel ik die mensen die om ons heen zijn. Taylor, Big Boy, Charlton, mijn familie, noem maar op. Jullie doen echt de moves voor ons. Er gebeuren veel dingen behind the scenes. Dat ik jullie niet kan wijzen. Voor een bepaalde redenen. Weer is bezig met een big project. Vandaar we even niet uploaden. We hadden geen bericht genomen. We waren gewoon bezig met een video. Oh ja, laat me dit direct zeggen mensen. We zouden een video maken dat te maken had met een paar mooie dames, baddies. Maar ik weet niet wat het is, maar in Suriname lijkt het wat moeilijk is om aan een mooie dame te komen. Allemaal zijn niet serieus. Geloof me mensen, ik had echt mooie dames gevraagd.
We hebben ze uitgelegd van, hey, wat ga je tenminste betalen? Eten, drinken, everything is on us. En toch willen ze niet. Je vraagt anderen van, hey, wil je meedoen? In het begin zeggen ze, ja, ze willen meedoen. 2 dagen voor diezelfde datum, cancelen ze. Dan gaan ze snel iets verzinnen of zo. Als je niet wilt, zeg me gewoon. Je begrijpt me toch, Taylor? Ja. Als je niet wilt, zeg me gewoon, je wilt niet. Dan zoek naar een andere dame. Maar ga niet zeggen, je wilt. En die dag komt en ben je like, ik kan niet komen, want weet ik veel. Like, bitch, zeg gewoon, hey, ik wil niet. Persoonlijk. Dat is niet persoonlijk. Snap je? Maar, voor de mensen die geïnteresseerd zijn voor de dames, de mooie dames. We zijn bezig met een video. Een heel big project. Dit kan echt next level shit worden. Maar we hebben mooie dames nodig. Als je geïnteresseerd bent, DM ons. Onze Insta en onze Facebook is in de description link in bio. Als je geïnteresseerd bent, DM ons. Natuurlijk voor een geriefelijke prijs. Niks is gratis, we gaan ervan uit dat niks gratis is in 2021. Alles kost geld, dus als je wilt, DM ons. En het is natuurlijk een video waar wij beide gaan eten. Het is een hele leuke video. Ik kan het nog niet zeggen, want is het niet meer spannend. Het is een hele leuke video. Ik ben wel lul, man. Yes. Het is een hele leuke video. Dat echt entertaining gaat zijn. Geloof me, je gaat bijna niks doen. Vergeet niet. Ben je geïnteresseerd voor de mooie dames? Eigenlijk dames, ben je geïnteresseerd? DM ons. En we regelen het. Pauw. Mensen, zoals jullie zien. Film, cameraman, film, Tiele, film, Eva. We zijn in the heart of nature. Jullie zien die vogels die schreeuwen. Zoals ik zei, één ding waarvan ik hou is natuur. Het doet me echt veel. We zijn nu in het middenpad eigenlijk, waar ik aan het fietsen. Ze even gestart van deze man wil de foto hebben. Nee, hij wil hele pretty boy spelen. Maar wat ik wil meegeven is, het is een long bumpy ride, toch? Dit ga ik niet doen, want mijn hand is moe. Ik ben geen, ik ben geen mistake guy jokes. Als er iets spannends gebeurt, ga ik jullie melden. Ja? Cool. Ja! Als we criminelen waren, hadden we deze 2 boten gewoon genomen. Er zijn gewoon 2 boten hier, maar niemand is hier. Like, wij zijn de enige hier. Als wij criminelen waren, believe me, I would cop that. Zo mensen, hebben jullie genoten van deze vlog? Geef het een like. Like, comment, subscribe. En comment jullie welke video's jullie nog meer willen zien. En ja. Later. Double.